gewoon zo, joh. Kijk dit! Dit is toch op en top genieten. Holy shit. Holy shit. Heel even snel was hier dan, maar Aventador, R7, M4, R8, nog een R7, dames en heren. House life. Ja, hoe vaak kan je zeggen dat je auto wil wassen en dat er een Rolls Royce vast staat in de wasstraat? Omdat die al sinds december stilstaat, platte batterij. Maar eindelijk wassen en dan eindelijk weer Monaco in. Kijk, GT3 RS is leuk, maar holy shit. Niet die lelijke Toyota, maar wat is dit nou? Ga weg, joh. Kijk hoe sick deze is. Damn. Ja. Sick, sick, sick. Ik kan nog niet Nederlands zien in het wit, maar deze is perfect. Sold. Dit is ook ziek hoor, maar beetje hetzelfde principe natuurlijk. Echt wel gemaakt voor de track. Maar doe mij maar die performante. Holy shit, P1. Fuck P1. Nu moet ik een beetje loskomen. P1 Aventador. Wel veel Corvettes vind ik trouwens. Ik heb er al 4 gezien. Niet mooi, wel heel bruut. Dat is waar, maar dat is één van de drie. Geen idee welk merk of iets, maar sick. Ik heb deze. Dit is hoe GT eruit moet zien, jongens. Donkerblauw, Nismo velgen, zwarte carbon spoiler. Lijkt wel die van Fast and Furious, maar sick. Dit moeten jullie zien, dit moeten jullie zien. Ik weet niet of ik hier mag lopen, maar holy shit. Holy shit. Wow, joh.
Kijk dit. De SV. Liberty Walk 458. R8 en P1. Het wordt een beetje wakker. Hoe mag dit op de weg? Insane. Dit is zo een idioot. Dit is zo bizar om te zien op de weg. In de hybrid mode wegrijden. Nu missen we dus alleen de LaFerrari, maar die gaan we ongetwijfeld zien. Dit blijft ook zien. Dat blijft ook echt lelijk. Ik zie nou het vind je het lelijk? Vind je dat lelijk? Ik vind het echt vet. Het is heel kut, maar ik ben niet in de 4C. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja, 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 ja. Niet helemaal standaard denk ik, maar wauw. Je hebt aardig gereden, kijk nou joh. Nergens aan te denken. Ik moet toch weer wat langs. Een beetje goals lijkt mij. Jan, dit is toch wel een beetje goals lijkt mij, hè? Achter een SV. En ik ga de video afsluiten met waarschijnlijk een van de meest random auto's die je ooit hebt gezien. Smart Brabus, jongens. Hoe bizar ziet dit eruit? Anyway, dames en heren, dit was dag 1 van Monaco. Het wordt nog stukken gekker. Morgen wordt
1-0 Gekkenhuis. En niet te abonneren, niet te liken. Zie ik jullie heel snel. Was wel, hè.